De bewindsman gaf verder ook aan dat de compensatie aan de paddyboeren naar verwachting deze week zal worden uitbetaald. Alle documenten zijn verzonden naar het ministerie van Financiën en Planning, dat verantwoordelijk is voor de overmaking. Enkele boeren hebben hun compensatie reeds in de vorm van kunstmest ontvangen. En gegevens zijn netjes gesorteerd, per bank ook helemaal. En dat nu een kwestie was van uitbetalen. En waarbij de minister van Financiën aangaf van dat hij vanaf deze week met de eerste overmakingen zou beginnen. De president heeft ook aan de boeren gevraagd van luister, check even vanaf woensdag of een storting plaatsvindt. Volgens Sildin is het momenteel rustig in de sector en loopt de oogst goed dankzij gunstige weersomstandigheden.